feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Nul, nul of 1-1. Maar op erge van Felix wel. Zei de Rusland ben dit toch iets beter vorige week, hè? En Saudi-Arabië nou nieuwkomer. Dus... Oh, ik ben echt een voetballiefhebber, maar ik hoop dat Rusland, dat ze toch dat ze zijn thuis, dus dat ze er het beste van maken. En ze naar staan. Ja, dat kan ook wel een 2-1. Het zijn ook zwarte Arabieren, zwarte Afrikanen. Ja, maar dat lijkt alle dingen. Ja, heel Noord-Afrika, blakamaan lijkt toe. Het is niet anders, het is Afrika. En Saudi-Arabië heeft in het verleden altijd goede teams op de been gebracht. Dus ik verwacht niet dat het een walkover wordt voor Rusland. Het wordt geen easy walkover voor Rusland, sowieso. Wat wordt het uiteindelijk? Wat een gelijkspel. Hoeveel? 0-0. Eigen land, Rusland is het gastland. Ze hebben toch wel hele sterke Europese teams in hun competitie. Die teams die meedoen in de Europa Cup, maar ook meedoen in de Champions League. Dus ik ga toch voor de winst van Rusland. Ik ga voor Saudi-Arabië. Waarom? De way I said. Gastland, Rusland denk ik. Steef meer aan, je hebt publiek mee. En ze hebben alles mee. Dus het kan niet anders. Ik heb mijn winnie dan een Chimbadra. Ik heb mijn winnie dan een Chimbadra. Ik heb mijn winnie dan een Chimbadra. Heb je een basketschijn? Ook niet, wat? Wat voor schijn heb je? Een lay-up of een sky. Rusland vandaag tegen Saudi-Arabië. Rusland hoor. Hoeveel? Misschien een kleine 2-1. Waarom? Ze spelen thuis. Ze zijn gebrand op overwinning. Ze hebben 7 keer nog niet gewonnen. Of ze hebben 7 wedstrijden niet gewonnen. Dus het wordt tijd om een plaatje te maken vandaag. En ik denk dat het wel zal lukken. Onderschat het niet, hè. Ze staan misschien wel nummer 70 op de FIFA-ranglijst. Maar ik zie Rusland in de finale belanden, hoor. En jij met je extra nette gimpje vandaag? Ja, what's up? Het is week. Had toch het feest is begonnen? Of niet? Oh, want ze moeten winnen omdat ze gastlaat zijn. Als ze verliezen is het... Net een... Chimbadra. Saudi-Arabië. Wat zei je? Allee, maar het is Rusland in orde. Hoe ben je denk je? Het is wat u in orde. Saudi-Arabië zijn geen ballen, jongens. Ze proberen iets. Maar de Russen blijven. Ze zijn juist ballen, jongens. Ze moeten langs de zijkant staan. Ze zijn geen voetballers. Ze zijn olie-shaker toch? Helemaal een olie-shaker. Ik zie hier daar Cuba. Ja. Nou, Rusland-Saudi-Arabië. Rusland gaat Saudi-Arabië winnen met 3-1. Rusland. Rusland-Saudi-Arabië, zei het Taki. Nou, verstaan. Ja, Rusland gaat het winnen. Waarom? Omdat ze veel sterker spelen. Eerste wedstrijd, Rusland-Saudi-Arabië. Zij denk ik pa. Geen idee. Dat zeg ik u. Mijn... Idee. Mi weka na mi vrouw na mi ting. Here we go. Hands up for your colors.